CIT is het Centrum voor Informatietechnologie. Ja, het visualisatiecentrum, dat is heel bijzonder wat we hier hebben. Dat hebben veel universiteiten niet. Dat is een theater met een opstelling waar ongeveer 17 mensen tegelijk kunnen kijken. Die hebben brillen op en die kunnen dan op een heel groot scherm alles in 3D zien. De man die achter de knoppen zit, die kan op aanwijzing van de mensen in de zaal allerlei zaken veranderen. Hè, bijvoorbeeld, er wordt veel gebruikt bij het inrichten van gebouwen. En dan kun je heel simpel zeggen, maak die trap wat breder, maak die trap wat hoger, maak die kleur wat anders. Hetzelfde geldt voor het heelal. En dan kun je soms zaken zien die je zonder die visualisatie niet gezien zou hebben. Ik denk dat wat er veranderd is, is dat je de mensen die computers gebruiken, en dat kun je ook aan jezelf zien als je thuis zit, veel verder van wat er echt gebeurt af zijn gaan staan dan vroeger. Ik bedoel, hardware en software, dat is voor de meeste mensen niet belangrijk. Het is nu vooral diensten en de organisatie van die diensten. In het begin was je blij met één computer en waren er mensen, vrij veel mensen, maar toch maar relatief weinig die daar wat mee wilden doen met de ondersteuning van hun onderzoek. Ja, ik zou zeggen, het belangrijkste is natuurlijk dat het zo ongelooflijk krachtig geworden is. Dus het is steeds kleiner en steeds minder energiegebruik en toch steeds meer presteren. Dus die wet van meneer Moore, verdubbeling van de kracht om de 18 maanden, is natuurlijk de allergrootste kracht. Dus als we dit nu, we hebben dus 60 jaar gewerkt aan de technologie en staan nu op dit niveau. En dat niveau wat we 60 jaar nodig hadden om te bouwen, verdubbelen we in 18 maanden tijd. Die exponentiële groei is fenomenaal. Dus dat is gewoon nummer 1 op het gebied van technologie. Ja, nieuwe dingen die we ontwikkelen zijn, dat is eigenlijk steeds natuurlijk met partners. Wij zijn natuurlijk geen bedrijf wat zelf computers maakt of daaraan sleutelt. En dat zie je bijvoorbeeld in het LOFAR-project. Het LOFAR-project, dat is dus een groot sterrenkundig project om radiogenetische golven uit de ruimte zichtbaar te maken. En daar wordt een nieuwe techniek voor gebruikt en die is eigenlijk alleen pas mogelijk geworden met de hele snelle computers. En deze enorme kracht beginnen we dus nu te gebruiken in andere sectoren. Iedereen wordt nu wakker en zegt, hey, we kunnen die zaken heel wat slimmer doen. En wat mij betreft het derde punt is dat nu al die andere dingen, zoals nanotechnologie en biotechnologie, dat smelt nu allemaal samen. Dus het wordt één grote pot technologie die dus aan het exploderen is. En veel mensen hebben dat niet door. Maar het verandert in de komende jaren onze wereld compleet.